Live vanuit Partytheater Vestige in Amsterdam. Chaos, een talkshow met een presentator die niet weet wie zijn gasten zijn en dus ook zijn onderwerpen niet kent. Maar voor u toeschouwers lichten wij alvast een tipje van onze eerste chaos op. Vanavond in Chaos wijzen hamertenen op agressie. Uw tenen vertellen alles over u. Wie is de bekende vrouw waarover Chaos fantaseert? Droomt zij ook van hem? Een ontnuchterende ontmoeting. Je bloedeigen kind niet meer zien. Hoe gaat het leven verder voor deze ontredderde vaders? Dit alles vanavond in Chaos. En hier is uw presentator, die dus van niets weet, Martin Chaos. Leuk dat u het even tegen me zegt. Heeft nog iemand zo'n leuke opmerking ertussendoor? Jonge dame. Wacht even. Als wij vrouwen dan zoveel selectiever moeten zijn dan mannen, omdat wij minder eieren hebben en dus minder kinderen kunnen krijgen, hoe kan het dan dat vrouwen tegenwoordig net zoveel of zelfs meer dan mannen vreemd gaan? Waar komt dat dan vandaan? Nou, komt dat door onze condoompjes? Ja, nou, voor voedingsmiddelen hebben we er ongetwijfeld iets mee te maken, maar ik denk, het verhaal van selectief zijn en zo komt vanuit de dierenwereld. Hè? Want het is toch ook niet meer zo dat mannen 1400 kinderen hebben en die niet, gewoon een zaadje strooien en het komt wel in orde. Dus, en dat is een beetje, ja, jij praat natuurlijk altijd over dieren, dus automatisch komen we daarop terecht. Maar ik denk dat tegenwoordig, het is toch een groot verschil tussen mensen en dieren, hè, wat dat betreft. Gelukkig. Maar in mannen zit toch nog een stukje dier zo. Je ziet dat nog altijd een beetje. Als jij een therapie geeft. Ja. Kom je nou een groot verschil tegen tussen de Nederlandse man en de Belgische man? Ja, ik vind nou een slecht onderwerp, want in België is het een speciaal wereldje tegenwoordig. Maar als je het verschil neemt, je bent praktiseerd in Den Haag, hè? Ja. Is het anders? Ik heb in Den Haag bij de Rutger Stichting gewerkt. Ik werk daar momenteel niet meer, omdat het niet meer te combineren was. Maar ik denk dat er volgens mij is een heel groot verschil tussen Nederlandse mannen. Ik ben eigenlijk dol op Nederlandse mannen. Omdat, dit is in België ook te ontvangen. Ik ga het weer op mijn boterham krijgen, maar ik vind, Nederlandse mannen zijn veel meer gewoon om met vrouwen te praten, om zelf na te denken, om hun gevoelens bloot te leggen. Die zijn veel vrijer en losser wat dat betreft opgevoed. Dat zal mevrouw plezieren. Eigenlijk veel, wat dat betreft, zou je, zoals jij je net voordeed, want ik weet dat je zo niet bent, zou je meer een Belgische man zijn. Macho'er, afstandelijk, geen gevoelens. En ik vind dat Nederlandse mannen dat wel hebben. Dat lijkt me leuk om met een Nederlandse man samen te wonen. Hebben vrouwen meer problemen met hun man dan omgekeerd? Nee, eigenlijk. Nee, het blijkt zo. Of ja, eigenlijk wel. Het blijkt dat in een eens getrouwd dat de meeste mannen gelukkiger zijn dan de meeste vrouwen. Ja. Dus eens dat je getrouwd bent, heeft een man zoiets van, oef, en die vindt het allemaal prettig en leuk en zalig. En die vrouwen, die hebben zoiets van, oh, tja, dit is toch niet wat ik ervan gehoopt had. En dat heeft niets met seksualiteit te maken. Dat heeft met de gewone omgangsvormen tussen man en vrouw te maken. Ja, voor een groot deel, ja. En dat heeft natuurlijk ook met verwachtingen te maken. Als die vrouwen verwachten dat die prins op het witte paard hen iedere ochtend fruitsap maakt en iedere avond, ja, alle leuke spelletjes met ze doet. Hij wast ook niet af. Nee. Hij helpt met afwassen. Dat is heel anders. Er is één die dat doet en daar ben ik mee getrouwd. Maar voor de rest, de prins op het witte paard. Sorry, dames, hij is al bezet. Ze gunnen hem. Ze gunnen hem je. En wat ik één keer een uitzending van jou gezien bij SBS6. Eén keer maar? Ja, nee, wel drie keer. Ah. Maar één heb ik er gezien die heel erg leuk was. Ik vond dat grappig. Jij was bezig met allemaal dildo's. En je was bezig met de maten van de heren door te nemen. En dan belde iemand op en die zei hij zo groot. En dan stond jij met een meter. Dit maatje ongeveer. Het was zo ongelooflijk grappig. Maar wat zo grappig was, jij was er niet smerig bij. Je deed gewoon volstrekt open en normaal. En je nam het probleem door als het een probleem was. Val je niet af en toe om van het lachen, van de vragen, van de complexjes die mannen hebben over dat lichaamsdeel? Nou, over dat lichaamsdeel. Erg krom is erg lastig, heb ik begrepen, maar goed. Ja, dat zat ook in die uitzending. Ja.
Ja, ik moet zeggen dat ik daar in het begin echt heel vaak mee gelachen heb. Maar dat ik gaandeweg toch begrepen heb dat de man een heel hechte band heeft met zijn lid. De man en zijn lid zijn de dikste vrienden, zolang er niks aan fout gaat. En dan, oh wee. En je ziet dat mannen zich dat heel erg kunnen aantrekken. En dat ze daar heel erg mee bezig zijn. Hoe groot, hoe lang, hoe breed, hoe levendig, hoe weet ik wat allemaal. Dus ik vind niet dat je daarmee moet lachen. Want wij vrouwen maken ons ook zoveel zorgen over dingen van ons lichaam. Dus ik ben eigenlijk zelfs blij dat mannen zich ook een beetje zorgen maken. Als nou een vrouw bij jou op het spreekuur komt, wat is dan het mooiste advies wat je een vrouw kan geven hoe ze tegen haar man moet zijn? Ik geef gewoon de mannen advies van hoe ze tegen hun vrouw moeten zijn. En dan komt het bij die vrouw vanzelf goed? Heel vaak wel, ja. Dus? Probeer eens te luisteren. Dat is een van de meest handige adviezen. En het is heel moeilijk trouwens, een heel moeilijke opgave. Maar jij bent geslaagd hoor, van vandaag. Aardig is, hè? Goede liekens. Goeie. Dank. Je bloedeigen kind niet meer mogen zien is een van de ergste dingen die je kan overkomen. In deze trieste en vaak uitzichtloze situatie zitten zo'n 10.000 vaders in Nederland. Zij kunnen na een echtscheiding hun kind niet meer zien, omdat de moeder alle contacten tussen vader en kind dwarsboomt. Maar de vaders vechten door. Ze hebben hun krachten gebundeld in de stichting Dwaze Vaders en hopen ooit nog contact met hun kind te krijgen. Dwaze vader Joep Sander is vorig jaar in hongerstaking gegaan om een omgangsrecht met zijn dochter Rosa af te dwingen, die hij nu al 4 jaar niet heeft gezien. Het mocht niet baten. Joep heeft Rosa nog steeds niet gezien. Hij schrijft nu ten einde raad een boek over zijn ervaringen als een vader die geen contact mag hebben met zijn eigen dochter. Joep Sander is hier vanavond. Ook is hier Peter Prinsen, advocaat van de heer Sander. En Ton Veldkamp namens de Raad voor de Kinderbescherming. Tevens in het publiek aanwezig Leo Bevaart, voorzitter van de stichting Dwaze Vaders. Dag, hallo. Dag, hallo, ga zitten. Ja, ik mag rustig ook beginnen, want jij bent toch van niks. Ik begrijp dit niet. Nee. Ik kan alleen maar één ding denken. Dat die vrouw zo'n ongelofelijke pest aan je heeft, je zo verschrikkelijk een nare man vindt, want anders kan ze dat kind jou nooit ontzeggen. Dat kan dus niet anders. Dat is het eerste wat ik dus denk. Maar het kan ook pesten zijn. Maar goed, wat is het? Ik denk dat het... Ik kan er van alles bij bedenken. Ik vind eigenlijk dat het er weinig mee te maken heeft. Hè? Waarom? Je kan toch een hele nare man zijn. Je kan klappen geven. Je kan het kind onredelijk behandelen. Je kan allerlei narigheid doen. Dan kan ik me voorstellen dat zo'n moeder zegt, vader, de groeten. Dat kan ik me voorstellen. Ik vind eigenlijk dat we dat soort dingen dus niet door elkaar moeten halen. Daar hebben we het hier ook niet over. Okay, kijk, goed. Waar het over gaat is dat... Het is het enige wat ik me dus kan voorstellen. Ja. Maar nu jouw verhaal. Nee, ik bedoel, ik heb dat niet zo meegemaakt. Kijk, er zijn honderdduizenden vaders, dus niet 10.000 zoals net gezegd, maar honderdduizenden vaders die ellende wordt aangedaan. Om wat voor reden dan ook, want dat interesseert me eigenlijk niet zo erg. Honderdduizenden vaders die in zak en as zitten en zelfs niet meer met zo'n probleem naar buiten kunnen treden. Maatschappelijk kan dat dan niet. Zelf komen ze niet meer naar buiten. Het gebeurt dikwijls, dat heb ik ook tijdens die hongerstaking meegemaakt. Dat je mensen tegenkomt die je al 10 jaar kent en die nog ineens ter plekke vertellen van dat ze ook nog een dochter of een zoon hebben waar je eigenlijk helemaal niets van af wist. Ja. Zover is dat probleem teruggedrongen. En zover weet de politiek dus ook helemaal niet wat er hier in Nederland allemaal aan ellende wordt aangericht in die sector. Wat heb je er nu zelf aan gedaan om je kind weer te spreken te krijgen? Kun je vertellen wat ik anders kan doen dan contact te houden waar het niet geblokkeerd wordt door de andere ouder, door de moeder? Dus doe je dat via dan? Procedures voeren. Procedures? Procedures voeren. Als ik even mag ingaan op wat je in het begin zei, dat je je erbij kon voorstellen alleen maar dat die vrouw een verschrikkelijke hekel aan die man moet hebben. Ik denk dat dat een heel verkeerd beeld is. Wat is er aan de hand? En hoe komt dat als dat zo is? Het is zo dat de wet, het kind, dat de oogappel is van allebei de ouders, tot een twistappel maakt. Want de wet zegt,
Eén van de ouders mag het worden en de ander wordt uit de ouderlijke macht, zeg maar rustig, ontzet. En dat is het ergste wat je een ouder kunt aandoen. Maar dan moet je toch met argumenten komen? Nee, helaas is dat niet zo. Je hoeft niet met argumenten te komen. Het enige argument is dat er sprake is van scheiding. Echtscheiding of ongehuwde mensen gaan uit elkaar. En dan zegt de wet, één van de ouders moet het worden. Het is een beetje aan het veranderen op dat punt. Maar we zitten nog altijd met dat idiote, sinds 100 jaar bestaande gedoe dat na echtscheiding de ouders niet alleen van elkaar scheiden, maar dat een van de ouders ook van het kind moet scheiden. Maar er zijn... Wacht, ik kom bij u. Xander zegt, die zegt dat Politiek Den Haag daar zich niets van aantrekt. Dat is ook zo. Nederland voldoet sinds 1 december 1990 aan artikel 8 van het verdrag van Rome. Van de Europese verdrag voor recht van de mens. Artikel 8, waarin staat dat kinderen na scheiding recht hebben op omgang met de niet verzorgende ouder. Sinds 1990. Die wet heeft 11 jaar bij de Eerste Kamer gelegen. Wat zien we nu? 1990 kennen we nog toeziend voogd en voogd. 2 december vorig jaar is dat veranderd in gezagsouder. De toeziend voogd, meestal de vader die dat was, heeft geen titel meer. Je hebt helemaal geen recht op je kind. En nog steeds gebeuren er na 1990, waar dus recht op omgang is in de wet geregeld, dat ik ben voorzitter van de Stichting Waalse Vaders. Sinds 1990 melden zich 450 mensen aan per jaar die geen omgang hebben met hun kinderen. Het zijn er tienduizenden per jaar die volkomen de vernieling ingaan. En Politiek Den Haag is daar blind voor. Dus dat betekent dat bezoekregelingen niet door de rechter gegeven worden als een van de ouders dwars ligt? Dat betekent het, ja. De bezoekregelingen, als die al worden uitgesproken, wat zeer zelden gebeurt, en meneer Veldman van de Raad van de Kinderbescherming zal dat beamen, want er worden niet zoveel omgangsregelingen uitgesproken. Ook al wordt er een omgangsregeling uitgesproken en moeder wil zich niet aan die omgangsregeling houden, dan staan daar geen sancties op. Dus je kan in wet regelen, omgangsrecht is er, maar als moeder zich daar niet wil aan houden, dan doe je daar niets aan. En dat het was dat de Raad van Kinderbescherming dan ook altijd een smoesje erbij geneigd is te verzinnen. Waarom dat dan niet zou kunnen? Laten we het niet over smoesjes hebben. We hebben het hier over een serieus probleem. Er wordt hier gesproken over 10.000 of misschien wel 100.000 vaders die hun kinderen niet meer willen zien. Ik zou het liever hebben over al die 10.000 of 100.000 kinderen die na de scheiding van hun ouders één van hun ouders niet meer zien. We hebben het hier over rechten van ouders. Ik heb het liever over rechten die kinderen hebben. We hebben het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind als Nederland ondertekend. En daarin staat heel uitdrukkelijk dat kinderen recht hebben op een relatie met alle twee hun ouders. Ook na scheiding. Waarom is er dan altijd de Raad die daar een streep door haalt? Er werd net gezegd, Politiek Den Haag is er niet gevoelig voor. Nou, en de Raad? Het begint, de Raad is een uitvoeringsorgaan. Het gaat in ieder geval nog niet goed. Wat ik me nu afvraag, er zitten hier misschien vrouwen in de zaal die vinden dat hun kind niet naar hun ex toe mag. Is er iemand die daar iets over durft te zeggen? Geen vrouwen hier in de zaal en misschien een kind. Nou, dat zie ik dus. Daar, mevrouw, ik kom bij u. Ik heb een dochter en die heb ik juist bewust naar mijn man toe, of naar mijn ex-man toegestuurd. Waarom heeft u dat gedaan? Om ze niet bij de vader weg te houden. Om niet bij de vader weg te houden. Dat is fantastisch, maar u zegt, ik heb het bewust niet gedaan. Maar als je met elkaar in een echtscheiding ligt, dan vind ik het vanzelfsprekend dat het gebeurt. Aan de ene kant wel, maar aan de andere kant heb ik dat kind heb ook recht op de vader. Is het ook zo dat er kinderen zijn die kiezen voor hun moeder of voor hun vader? Nou, ik denk dat geen enkel kind die keuze zou willen doen. Alle kinderen kiezen eigenlijk in principe voor beide ouders. Ik heb heel veel kinderen ook gesproken. Hè. Zeker in die tijd dat ik daar zat. En ik heb ook in het kader van mijn boek er nogal wat over de vloer gehad. En wat het me vooral opvalt is dat kinderen dan naar derden bijvoorbeeld naar mij gaan vertellen van, maar luister, ik weet bij God niet hoe ik nou, ik durf mijn moeder, en dat zijn dan kinderen van 20. Ik durf mijn moeder nog steeds niet te vertellen dat ik graag naar mijn vader zou willen. En hoe moet ik dat aanpakken? Want ik ben bang dat dat niet goed gaat, dat ik de contact met mijn moeder verlies. Hoe groot is de, is je daar wat van bekend? Hoe groot is nou de invloed op zo'n kind op zijn verdere leven als die niet naar zijn vader toe mag? Nou, als het heel, die invloed, dat draag je hele leven mee.
Tenminste, dat is zover wij kinderen kennen die dat hebben meegemaakt, zien we dat ze dat als een zwaar vervelend iets ervaren. Het hangt uiteraard van de karakter van het kind af, hoe dat precies loopt. Maar dikwijls is het zo dat pas kinderen pas of in hun puberteit of als de druk erg groot is, als ze 33 of 35 zijn, erachter komen dat er eigenlijk iets heel anders aan de hand was dan in die dossiers van de Raad van Kinderbescherming stond. Ik kom bij. Ja, ik kan doe de. Meneer Veldman, waarom houdt u zich niet aan de regels van de wet dat er omgang moet zijn in uw rapportage tussen de kinderen en hun niet verzorgende ouder? Nou, daar sluit ik graag aan op wat meneer Zander net zei. Het is niet zo dat kinderen de gevolgen van de echtscheiding pas op latere leeftijd onder ogen zien. Kinderen zijn vaak tijdens de scheidingsprocedure al het middelpunt van een strijd tussen twee ouders. Er zijn talloze ouders die elkaar niet letterlijk de koppen inslaan, maar die dan toch wel op alle mogelijke manieren. Nee, het is de Raad van Kinderbescherming die vaders letterlijk de koppen inslaan. Meneer doordat Zander, ze met alle mogelijke en onmogelijke middelen dreigen als ze een klacht indienen. Meneer Zander, dreigen als ze zeggen, ik meneer wil Zander, mijn kind zien. Het gaat hier om een serieus probleem. En ik denk dat we hier ook zitten om te kijken of we in de toekomst daar met z'n allen een oplossing voor kunnen vinden. Want het is een maatschappelijk probleem. Maar daar u heeft daar dus constant moeilijkheden mee. Met dit ding aan de oplossing van het probleem. Wacht nog steeds. Wacht elke dag, meneer Veld. Meneer Veldman, ik zie al Even één ding tegelijk. Ik zie al tien jaar... Ogenblik. Even antwoord. Dan kom ik zo direct bij u. Zeg maar. Ja? Kijk, het is een maatschappelijk probleem. Meneer Prins heeft net gezegd, onze wet is verouderd. Ik ben het daar van harte mee eens. De wet werkt eigenlijk in de hand dat ouders met elkaar gaan twisten om het kind. Wat mij betreft zou vanaf morgen het een soort verplichting moeten worden dat ouders die gaan scheiden door bemiddeling proberen gezamenlijk een oplossing voor hun kinderen te bedenken. Dat is absoluut niet. Mag ik even uitpraten? Ze hebben samen ervoor gekozen kinderen op de wereld te zetten en die verantwoordelijkheid houdt niet op wanneer ze gaan scheiden. Dacht u nou? Nee, die verantwoordelijkheid neemt de rechtsstaat ze namelijk af. Meneer, u geeft namelijk het advies om één van de ouders het gezag af te nemen. Maar u weet net zo goed als ik dat er dan wel het een en het ander aan de hand is. Meneer maar Veldman, is dat waar? Wilt u als nee, er is niets aan de hand. Wat er aan de hand was in mijn geval, was dat ik liedjes zong met mijn kind. Nee. Ja, ik dat kan was niet, aan de hand. Ik ga niet op de even wachten. Ik stel voor. Die meneer achter u wil moet iets zeggen. Als u zich een beetje omdraait, meneer Veldman, kijkt elkaar die doelt nu op de commissie De Ruiter. Die is een half jaar bezig geweest om het scheidingsproces iets te veranderen. In dat scheidingsproces, advies, rapportage van commissie De Ruiter, is bemiddeling opgenomen. Ja. Denkt u nou werkelijk dat door verplichte bemiddeling er omgangsregelingen komen? Elke vrouw weet nu op dit moment dat als zij niet aan die omgangsregeling meewerkt, dat er geen sancties op staan. Verplichte bemiddeling, daar zal zo'n vrouw altijd aan meewerken. En die zegt na 3-6 maanden, dikke neus, geen omgangsregeling. Jij krijgt mijn kinderen niet hoe te zit dat dan? Nee. Mag ik daar eens wat over zeggen? Als hij eerst antwoord geeft, kunt u daarna even erop ingaan. Ouders hebben samen kinderen op de wereld gezet en zijn daar dus verantwoordelijk voor. Een verplichte bemiddeling betekent dat de rechter er niet aan te pas komt, maar dat ouders moeten, als ze gaan scheiden, ervoor moeten zorgen dat er goede afspraken, onderling tot stand gekomen afspraken worden gemaakt over de kinderen. De wet is ervoor om zijn burgers te beschermen. Ja. Kinderen van 2 tot 80, 90 jaar. Daar ben ik helemaal met u eens. En op dit moment voldoet die wet niet aan die die eisen. Nou, daar zijn wij het over eens, denk ik, de juridische procedure zoals die nu loopt, goed, niet werkt. Maar nou even de vraag. Kan bemiddeling überhaupt een instrument zijn? Kan bemiddeling, zoals meneer Veldkamp zegt, überhaupt een instrument zijn om het omgangsrecht te handhaven? Dan vraag ik aan de Raad voor de Kinderbescherming. Stel nou dat een vader die niet zijn kinderen heeft toegewezen gekregen, die gaat naar het schoolplein, haalt zijn kind daar weg en houdt het bij zich. Wat vindt u dan? Moet dat dan ook bemiddeld worden hoe dat kind terugkomt bij de ouder aan wie het toegewezen was? De bemiddeling. Of is het dan zo, en zo is de praktijk namelijk, of is het zo dat degene die aan wie het kind was toegewezen wordt gehandhaafd in dat gezag? Nee, de bemiddeling. Wacht eventjes, ik ga even naar die mevrouw die hierachter staat. Gaat uw gang. We hebben het nu steeds over de vaders. Ja, dat is, ik wilde even, u bent moeder, hoe is het met u? Ik ben een moeder, ja, nee, maar
over de vaders die dan geen omgangsregeling kunnen treffen met hun kind. Maar hoe zit het dan met de vaders die helemaal niets aan hun kind gelegen laten liggen? Mevrouw, want ik heb het net gehad over een paar honderdduizend kinderen. Ik begon al bij kinderen, meneer Veldkamp. Die elk jaar, of nee, die in totaal nu al zo'n 500.000 kinderen die hun vader niet zien. Meestal hun vader, 95% hun vader. Dat is het probleem. Het probleem is dus inderdaad dat een hele hoop kinderen hun vader niet zien. En wat onderschat wordt in Nederland is dat dat niet alleen is, of zelfs maar zeldzaam zo is, dat een vader dat niet wil. Nee, omdat als een vader te kennen geeft dat hij het wil en daar ook nog bij de rechter iets over zegt dat hij dat graag zou willen, dat hij al gauw een querelant heet. Joep, wat ik van jou wil weten, wat zegt zij nou? Zij zegt dat het om meer gaat dan vaders die daar procedures voor voeren. Dat er ook vaders zijn die zeggen dat ze niet willen. Dat hoor ik mevrouw niet zeggen. Ik hoor mevrouw ook zeggen. Kijk, dat is namelijk het probleem. Dit is de kern wat u bedoelt. Die gewoon helemaal niets meer laten horen. Precies, die zijn er ook. Die ken ik dus ook, mevrouw. Ja. En laat ik u op een briefje geven. Ik heb heel goed naar dat probleem gekeken, mevrouw. Ja. Laat ik u op een briefje geven dat dat voor de helft weer vaders zijn die zeggen, laat ik nou maar zo verstandig zijn om niet aan het kind te trekken, want het heeft geen zin, want ik loop tegen een raad op, ik loop tegen een rechter op, ik loop tegen een heel systeem. Ik heb hier nog overigens van mij. Wacht even, Joep, ik heb hier nog even deze mevrouw. Meneer Veldkamp, zou u binnen uw raad eens willen bespreken, we krijgen de kerstdagen, we krijgen Sinterklaas, kinderen die hun vader niet mogen zien, wat dat betekent, en zet dan eens in uw eindrapport dat omgang moet. Want u bent er niet. Het lijkt dat u er bent voor kinderen te beschermen, maar u beschermt de gezaghebbende ouder en niet de kinderen. Mag ik daar voor de eerste keer in dit seizoen. Voor Philips.